Ik heb een aantal tatoeages, 10 om precies te zijn. Ze zijn niet heel erg in het zicht, maar ze zitten er wel. En ik heb ze al een tijdje, dus het leek me leuk om er een video over te maken en er meer over te vertellen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de designs en de verhalen erachter, kijk dan vooral verder. Ik heb, zolang ik me het kan herinneren, tattoos altijd al interessant gevonden. Ik vond het bij anderen altijd zo erg gaaf om te zien. Alleen ik wist niet zo goed of het iets voor mij zou zijn. En ik had er wel altijd interesse in. Alleen ik vond het altijd, en ik vind het nog steeds, lastig om een permanente beslissing te maken. Ik ben een persoon die wel snel van interesse verandert. Maar op een gegeven moment ging ik er wel serieus over nadenken. Volgens mij was ik een jaartje of 18. Ik dacht, ik wil gewoon een tatoeage. Ik weet niet waarom. Maar ik had gewoon echt zo'n gevoel van, ik wil dit heel erg graag. Dus ik ging er heel erg goed over nadenken. Maar ik wist niet zo goed wat voor design ik moest kiezen. Dus na lang te hebben nagedacht, inspiratie op hebben gedaan, kwam ik uiteindelijk tot een beslissing. So what we'll do is that I'll make a stencil out of it, and then we'll put the stencil on. And once like we're happy with the position, which we can always change as well. Okay. So we can just wash it off and then replace it. Okay, that's perfect. And if you want it to be a bit more elongated, we can just add a few more dots as well. Okay. So is that the size is perfect. Yeah, the size is perfect, right? Ik vind hem heel mooi. Let's do this. Ja, je like it? Oké, mijn tattoo zit erop. Het heeft echt maar 5 minuten geduurd. Maar uiteindelijk kwam ik iets tegen waarvan ik dacht, ja, dit wordt hem gewoon. En dat was een papieren vliegtuigje. En ik vond het zelf heel erg belangrijk dat een tatoeage een betekenis voor mij heeft. Helemaal mijn eerste. Die betekenis ga ik straks vertellen. Toen ik eenmaal zeker was van het design, moest ik natuurlijk ook nog een plaatsing gaan bedenken. En ik wilde eigenlijk een plek die niet heel veel pijn deed. Dus ik ging echt overal op mijn lichaam voelen. Uiteindelijk koos ik ervoor om de tatoeage op deze plek te plaatsen. En dit gebeurde in 2017. In december 2017 was het moment daar. Ik vond het zo ontzettend spannend. Want ik wist echt niet wat ik moest verwachten. Hoe lang het zou duren. En hoeveel het zou kosten. En of ik er spijt van zou krijgen. Nou, ik moet je zeggen, ik heb geen spijt. Het was echt binnen een kwartiertje klaar. En qua kosten kan ik me het niet meer heel goed herinneren. Volgens mij kostte zo'n kleine tattoo 100 euro. Iets van 100 euro. Wat ik me kan herinneren. Maar ja, mijn eerste tattoo zat erop. En dit design staat symbool voor 2 dingen. De eerste betekenis heeft te maken met mijn broertje. Ik heb een broertje, maar die is overleden toen ik een jaartje of 4 was. En ik kan me eigenlijk vrij weinig van herinneren. Maar wat ik wel nog weet is dat hij is overleden in Indonesië. En hij heeft maar 1 keer een vliegtuigvlucht mogen meemaken. Dus we zijn samen met hem op vakantie gegaan naar Indonesië. En daar is hij dus ook overleden. Dus dit vliegtuigje staat symbool voor hem. Een papieren vliegtuigje, ook omdat dat wat speelser is. Want ik kon een normaal vliegtuigje niet helemaal erbij passen. Ik weet niet, ik had die vibe gewoon niet zo. En de tweede betekenis die eraan gekoppeld is, heeft met mij te maken. Want ik ben namelijk in Indonesië geboren. En toen ik een jaartje of 1 was, kwam ik naar Nederland met mijn ouders. En dat was ook mijn eerste vliegtuigvlucht. Dus deze tattoo staat symbool voor Indonesië, maar ook voor mijn broertje. En eigenlijk best wel snel daarna ging ik door naar mijn volgende. En we krijgen bezoek. Hallo Milo. Milo, kom eens hier. Normaal gesproken film ik wanneer Milo slaapt. Maar vandaag niet. Vandaag komt Milo koekeloeren. Ik hoop dat ik een beetje deze video kan filmen. Met Milo erbij. En anders moeten we er maar mee dealen. Maar oké, de volgende tatoeage. Milo, we gaan niet spelen. Mama is filmen. Hoe doen mensen dat? Mensen die honden hebben en YouTube.
video's maken. Oké, mijn tweede tatoeage heb ik niet in Nederland, maar in Indonesië laten zetten. Ik wilde eigenlijk een permanente souvenir. Ook hier wist ik niet zo goed voor wat voor design ik wilde gaan. Want dit was best wel een spontane beslissing. Maar ik ben toen inspiratie wezen doen op Pinterest, want daar zie je zoveel mooie voorbeelden. En toen kwam ik een lotusbloem tegen en ik wist eigenlijk al bijna gelijk van die wil ik hebben. En naast dat waren er zoveel lotusbloemen bij ons verblijf op Bali. En ik dacht, weet je, dit is meant to be. Ik moet een lotusbloem tatoeëren. Maar ik dacht toen, ik heb al een tatoeage op mijn arm. Laten we nu voor mijn been gaan. En toen koos ik ervoor om die tatoeage op mijn enkel te laten tatoeëren. De plek vond ik best wel meevallen qua pijn. En het zat er zo op. Volgens mij, na het uittekenen van de stencil, duurde het ongeveer 10 tot 15 minuten. En ik heb daar ook iets van 80 euro voor betaald. Omgerekend, ik weet het niet meer precies. Maar het was bij een Europese tattoo artist. Dus het was geen sketchy tent of zo. Dus ik ben heel erg blij dat ik die tattoo daar heb gezet. En ik moet zeggen dat hij er nog best wel goed uitziet. Ik vond het best wel spannend om het in het buitenland te laten zetten. Want je kan niet zomaar terug mocht het misgaan. Of mocht je hem willen bijwerken. Maar hij was in één keer gewoon goed gezet. Mooi geheeld. Dus daar ben ik echt blij om. Mijn derde en vierde tatoeage had ik tegelijkertijd laten zetten tijdens dezelfde afspraak. Want ik kwam erachter dat het veel voordeliger is. Want je begint altijd met een starttarief. En als je kleine tatoeages kiest, kan je net zo goed er 2, 3 of 4 nemen. Anders moet je elke keer je starttarief betalen. Dus vandaar dat ik besloot om er 2 tegelijkertijd te doen. En de eerste daarvan is deze. Hier staat mijn tweede naam. Mijn tweede naam is Putri. En de reden waarom ik mijn eigen naam op mijn lichaam heb staan, is omdat ik vind het zo stom om het eigenlijk te zeggen van, hey, ik heb mijn naam op mijn lichaam. Maar voorheen, echt back in the days, vond ik mijn naam Putri helemaal niks. Het is een Indonesische naam en het betekent prinses, meisje, dame. In het begin, toen ik wat jonger was, vond ik Sabrina gewoon prima. Maar schaamde ik me een beetje voor mijn tweede naam. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar naarmate ik ouder werd, begon ik het wel steeds meer te omarmen. En vond ik het ook wel heel erg mooi dat ik een Indonesische tweede naam heb. En tegenwoordig gebruik ik het ook als mijn social media naam, Sabrina Putri. Dus ik heb mijn tweede naam vereeuwigd op mijn lichaam. En ik had er bewust voor gekozen om het in zo'n sierlijk lettertype te doen, zodat het wel leesbaar is, maar dat je niet duidelijk ziet dat het een woord is of een naam. Dus hier staat mijn naam, Putri. En de andere tattoo die ik tijdens deze afspraak heb laten zetten is een, oké, ik kan hem niet zo goed laten zien hier, maar is een roos. En ik moet zeggen dat deze eigenlijk vrij random is. Ik wilde gewoon heel graag een bloem. Ik had al een bloem op mijn enkel, namelijk een lotus. En ik wilde gewoon heel graag in het bloementhema blijven, want ik vind dat heel vrouwelijk en heel sierlijk. En mijn moeder vindt rozen heel erg mooi. Dus indirect is dit ook een tatoeage voor mijn moeder. Tattoos hoeven niet altijd een betekenis te hebben, zolang je er maar een connectie mee hebt of het gewoon mooi vindt. Erachter staat, dat is het belangrijkste. En ik vond het design van deze roos heel erg mooi. En hij loopt ook in lijn met mijn Putri tatoeage, dus Als mijn arm zo recht hangt, dan is het mooi in één lijn. En vanaf dat moment ben ik altijd standaard meerdere tatoeages gaan zetten. Hallo, Milo. Ben je er weer? Hallo. Hey, poepie. De volgende hebben we hier zitten. En dit zijn 2 vlindertjes. En deze 2 vlinders staan symbool voor een vriend van mij die een paar jaar geleden is overleden. Hij is op een jonge leeftijd overleden. Ergens in de 20 was hij. En ja, deze tattoo is ook echt wel een reminder voor mezelf. Want dat ik mijn dromen moet volgen. Dat ik niet hoef te piekeren. Want je weet gewoon niet wanneer je laatste dag is. Het kan zo morgen zijn, maar het kan ook over tientallen jaren zijn. En ja, deze tatoeage heeft gewoon een hele emotionele waarde voor mij.
staat symbool voor hem, maar ook voor zoveel andere dingen. En ik vind het ook mooi om jaarlijks een tatoeage te laten zetten. Ook omdat die tatoeage dat jaar symboliseert. Er zijn zoveel herinneringen aan mijn tatoeages verbonden dat het gewoon meer dan één of twee betekenissen heeft. Dan de andere tattoo die ik tijdens dezezelfde afspraak heb laten zetten. En dat is een tattoo die op mijn andere enkel zit. Het is een maantattoo met een bloemetje. Misschien is dit wel mijn minst favoriet. Ik vind hem niet lelijk. Ik vind hem hartstikke mooi. En hij is ook heel erg mooi geheeld. Het oorspronkelijke design had meer details. Maar ik ben blij dat we die details hebben weggelaten. Anders was het volgens mij een vlek geworden. Maar ja, ik vind het geen lelijke tattoo. Maar ik heb er gewoon het minst mee. De drie tattoos die hierna gekomen zijn, heb ik ook tegelijkertijd laten zetten. Er stonden sowieso twee tattoos op de planning voor deze afspraak. En de derde kwam last minute erbij. Maar de eerste waar ik sowieso heel excited over was, was deze tatoeage. Ik had een design in gedachten en ook als voorbeeld getoond aan mijn tattoo artist. En zij had hem een beetje gefine-tuned. En dit design is een lampion en geïnspireerd op mijn favoriete Disney film Rapunzel. Ik wilde heel graag een Disney tattoo, alleen ik wist eerst nog niet zo goed wat, want ik wilde het niet overduidelijk Disney maken. Maar ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Het design zelf vind ik onwijs gaaf. De plaatsing daarentegen had anders van mij gemogen, want het is een prima plek, maar omdat ik ook op dezelfde plek, maar aan de andere kant ook een tatoeage heb, vind ik het een beetje raar uitzien als je mij van achteren ziet. Maar ja, ik kan de plaatsing niet meer veranderen. Misschien dat ik nog meer tattoos ga plaatsen, waardoor de plaatsing wat logischer lijkt. Maar hey, dat terzijde. Maar deze tatoeage heeft ook een betekenis voor mij. Naast dat het van mijn favoriete Disney film is, is de betekenis, of staat die symbool voor, hoe ga ik dit uitleggen? Oké, in de film heeft Rapunzel een droom. Zij wil heel graag naar de lampionnen toe. Ze gaat er ook daadwerkelijk voor, koste wat het kost, alles wat ze heeft ook. Er zijn tegenslagen die op haar pad komen, maar uiteindelijk bereikt ze toch wel haar doel. Of ja, ziet ze die lampionnen. Dus mijn betekenis die hier aan gekoppeld is, is volg je dromen. Net zoals Rapunzel dat doet. Een andere tattoo die ik toen heb laten zetten was het symbool van mijn sterrenbeeld. Die heb ik op deze arm hier aan de binnenkant. Eigenlijk dezelfde plek als de vlinders, maar dan aan de andere kant. En ik wilde heel graag mijn sterrenbeeld ergens op mijn lichaam hebben. Alleen ik wist niet zo goed waar. En toevallig heeft een vriendinnetje van mij ook dezelfde sterrenbeeld. We zijn namelijk allebei leeuw. En zij wilde er ook heen en ik ging samen met haar deze tattoo laten zetten. En zij heeft hem ook op dezelfde plek. Het is echt een perfecte plek voor zo'n kleine tattoo. De volgende tattoo is een soort van last minute beslissing geweest. Ik had mijn afspraak al staan en ongeveer 2 weken van tevoren kwam deze tattoo idee erbij. Want mijn oma was overleden en ik heb altijd al gezegd, ik wil graag een tatoeage voor haar. Alleen, ik wist eigenlijk nooit zo goed op welke plek ik voor haar een tatoeage wilde en wat voor design. En toen kwam ik op het idee om haar letter te tatoeëren van haar voornaam met een hartje. En dit design is geïnspireerd op een kaartenspel. Want mijn oma speelde heel veel spellen, onder andere heel veel kaartspellen. Dus in plaats van een letter wat op een kaartspel staat, heb ik haar letter staan op mijn middelvinger. Heel erg random eigenlijk, als je de context niet toelicht. Maar ik heb van haar een ring gekregen, die eigenlijk veel te groot is. Maar als ik hem draag, draag ik hem om mijn middelvinger. Dus vandaar dat ik ook voor deze plaatsing heb gekozen. Volgens mij zijn we nu aangekomen bij de laatste. En deze tatoeage was heel spontaan voor mij. Normaal gesproken denk ik er wel eventjes over na. Maar deze tatoeage heb ik echt op het moment zelf besloten. Want ik kreeg vorig jaar in de week van mijn verjaardag een appje van een vriend van mij dat hij met zijn vriendin een pop-up locatie hadden met de tattoo shop. En ik wilde altijd al een tattoo van haar en ik dacht oké, dit is heel random, maar ik wil best wel langskomen. Dus een dag voor mijn verjaardag ging ik naar die pop-up locatie en besloot ik om spontaan een tattoo te laten zetten. Normaal gesproken zou ik er
langer over nadenken. Maar ik dacht, weet je, ik wil zo graag van haar een tatoeage. Laat het gewoon doen. En omdat het een flash day was, had ze een sheet met keuzes. En gelukkig zat er iets tussen wat me aansprak. Als er niks tussen zat, dan had ik het ook gewoon gelaten. Maar toen had ik ervoor gekozen om een blaadje op mijn arm te laten tatoeëren. Ik moest heel snel schakelen, want zo'n spontane actie heb ik nog nooit gedaan. Maar ik heb er echt 0% spijt van. Ik koos dit design omdat ik de afgelopen periode, de afgelopen jaren, bewust bezig ben met mijn persoonlijke ontwikkeling. En een plantje staat symbool voor groei. Althans, voor mij staat een plantje symbool voor groei. Dus vandaar dit plantje. Hij is een beetje in het zicht voor mij. Hij zit aan de zijkant van mijn arm. Of nou ja, op arm. Ja, de grootte vind ik top. Het is fine line. Dit is ook mijn enige fine line tattoo. En ik heb hem wel bij laten werken bij haar. Want ja, er zaten toch wel wat hapjes in. Ondanks dat het een hele spontane actie was. En ik er heel kort over heb nagedacht. Is het toch maar een van mijn favoriete tattoos geworden. En naast deze tattoo is mijn andere favoriet toch wel mijn lampion. Ondanks dat ik niet helemaal tevreden ben over de plaatsing. De tatoeage zelf. Het design, ja, daar ben ik helemaal dol op. En voor de rest, ja, hebben alle tatoeages wel zo zijn eigen betekenis en zijn eigen waarde voor mij. Ik ben van plan om in de toekomst misschien meer tatoeages aan mijn collectie toe te voegen. Maar ik heb echt geen idee wanneer. Ik heb wel wat ideetjes. Maar het heeft echt geen urgentie. Voor nu ben ik er content mee. Ik heb sowieso een Pinterest board vol met ideeën. En af en toe voeg ik er nog wel eens een design aan toe. Maar we zien wel hoe groot mijn collectie wordt. Misschien hou ik het bij 10. Misschien worden het 15. Misschien worden het er 20. Ik heb geen idee. Maar voor nu hou ik het eventjes bij 10. En misschien ga ik ooit een tattoo voor jou zetten. Een hondenpootje. Zou dat schattig zijn? Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Het is vaak in het moment moet ik het design en de tatoeage voelen. En de plaatsing. En we shall see. Voor nu was dit het dan. Mocht je nog specifieke vragen hebben over mijn tatoeages. Mocht je er meer over willen weten. Laat het dan vooral in de reacties weten. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. Wil jij nog wat zeggen, Milo? Zet me neer. Nee. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.